Vrijheid in Vito. Voor ons een zo vanzelfsprekende plicht. Maar in de praktijk blijkt steeds meer dat we er niet in slagen om die vrijheid aan anderen door te geven. Dan wel die anderen van de betekenis ervan te overtuigen. De opstanden en burgeroorlogen in vele landen zijn daar enerzijds het bewijs van. Anderzijds bevestigen de dreigingen van een land als Rusland heden te dagen de noodzaak om er recht te blijven en steeds meer te herdenken met het besef dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.
De eerste krans wordt gelegd door de heer Pauli, plaatsvervangend commissaris van de Koning in Noord-Brabant, samen met de kabinetschef van de commissaris, de heer Van Stappershoef. De krans wordt gelegd door de burgemeester van Vlaanderen, de heer Kortman, met zijn echtgenote. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Nederlandse krijgsmacht. Brigade-generaal van Keulen, commandant 13e gemechaniseerde brigade, kolonel Van Soest, commandant vliegbasis Eindhoven, kolonel Simpelaar, commandant Koninklijke Marechaussee, district Zuid, samen met zijn echtgenoten. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordiger van de European Air Transport Command, militair vliegbasis Eindhoven en namens de ambassade van de Franse Republiek, generaal-majoor Van den Tijn. Wordt gelegd door de bisdommen Sertogenbosch en Breda, monsieur Dr. Anders Hulkmans en monsieur Dr. Liesen. Wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Koninkrijk België, de heer Salomonsson met zijn echtgenote. Een krans wordt gelegd door de ambassade van Polen, general Władysław Padło, minister-counselor en Mrs. Wojciechowska Padło. De volgende krans wordt gelegd door de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, kolonel Buzerio. Een krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de politie regionale eenheid Oost-Brabant. De heer Heres, politiechef Oost-Brabant, de heer Van Riet, basisteamchef De Kempen, de heer Van Hees, netwerkinspecteur afdeling Valkenswaard, Walen. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Nederlandse officierenvereniging, afdeling Oost- en West-Brabant en Zeeland, luitenant-kolonel der infanterie Duvekop met zijn echtgenote en kolonel buitendienst Leijten. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de stichting Veteranen Brabant Zuidoost, de heer Van der Pas en de heer Van Berkel. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Vereniging van Oudstrijders van de Koninklijke Brigade Prinses Irene, kolonel buitendienst Herbrink en luitenant-kolonel der fusiliers de heer Aarts. De krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Bond Oud-Stootroepers, de heer Van Heeswijk met echtgenoten. De vertegenwoordigers van de Bond Nederlands Militaire Oorlogsslachtoffers, de heer Vaassen, Van der Loop en de heer Lauwenslager. Vertegenwoordiger van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de heer Van der Staak.
vertegenwoordigers van de basisschool De Wilderen, leerlingen Saida en Nick en de heer Van der Mooij en Hoebe. Bloemen worden gelegd door de familie van Toor. De vertegenwoordiger van het parochiebestuur, Hedwig Willem-Worden-Zwaneren, vicevoorzitter mevrouw De Leeuw. Het bestuur van de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelde. De hoofdhendeliers van de Brabantse gilde zullen nu een groet brengen met hun vaandel.